Deron, Deron, la 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 la, Deron, Deron. Grande, grande Deron, grande, good. Good. Deron, number one. Deron, fenomeno. Sindaco. Noi speriamo che resti anche il prossimo anno, perché un giocatore così serve tantissimo a una squadra come l'Atalanta. Ci auguriamo che possa continuare la sua strepitosa carriera in Italia. Grazie Deron. Very, very good. Number one. He's fantastic. He's a champion, campione. Resta in Italia, a Bergamo, non andare a Napoli. Grande Martin. Number one. Deron is the best player on this year in Atalanta. Thank you, Deron. Very good, is the best. Deron is the best. Yeah, un grande campione. Grande figo. Grande centrocampista, sai postare azioni. Capitano. Grande cuore. Grande cuore. Deron, number one, vero giocatore, good. Why? Why? Perché suda la maglietta sudata, sempre forte. Numero uno. No. Sindaco è il capo della città, Deron deve essere il capo della città. Perché, capitano, perché il capello, è il migliore. Bergamo. È il migliore. Best player in Atalanta. Ciao Martin. In de zomer van 2015 tekent de dan 24-jarige Martin Deron een contract bij Serie A-club Atalanta Bergamo. Deron, op dat moment aanvoerder van SC Heerenveen, is de eerste speler die vanuit Friesland de stap naar de Serie A weet te maken. En hoe? In de eerste wedstrijd van het seizoen staat hij direct in de basis in de uitwedstrijd tegen Inter Milaan. Hij laat zijn voeten spreken en wordt man of the match. Het is het begin van een successeizoen, waarbij Deron uitgroeit tot een van de publiekslievelingen van Atalanta Bergamo. Maar waar komt die populariteit vandaan? In Nederland werd er door het publiek nooit zo naar hem gekeken. Is Martin Deron een ruwe diamant die in de Eredivisie onderschat is? De Atalanta supporters roemen hem om zijn inzet. La maglia sudata sempre, vrij vertaald als je shirt maar bezweet is. Waardoor is Deron in één seizoen uitgegroeid tot publiekslieveling? En wat kunnen wij in Nederland daarvan leren? Nou, jullie stappen gelijk de woonkamer binnen. Hier hebben we... Allereerst hebben we de allerkleinste. Die is een beetje... verdrietig. Hey, ben je verdrietig? Zie je daar een lichtje? Dit is de kleinste, nu 6 maanden oud. Dus die is geboren in Italië, dus dat is hartstikke leuk. En die wenst steeds meer aan alles. En dan hebben we hier de andere kleine. Die kijkt het allerliefst tv. Vindt ze het allerleukste om te doen. Het liefst heel de dag. Maar ze moet inmiddels ook naar school, dus... Na schooltijd mag ze altijd eventjes kijken en dat is wel superleuk. Nou, we hebben hier ook in de huiskamer hebben we toch een stukje Nederland zeg maar, meegenomen in Italië. Want we hebben, ik heb als cadeau van mijn ouders heb ik eigenlijk de skyline van Rotterdam gehad. Omdat Rotterdam toch wel een beetje in het hart zit en een beetje de trots is van mij in ieder geval. En Ricarda vindt het inmiddels ook een hele mooie stad, nu we er een aantal keren zijn geweest. Dus
Ja, dat is eigenlijk het stukje Nederland in dit huis in Italië. Een klein stukje Nederland in een prachtige Italiaanse villa. Marten en zijn vriendin Ricarda hadden het een jaar geleden niet durven dromen. Hoewel de Roon als aanvoerder van SC Heerenveen van grote waarde voor het team was, werd het niet altijd door iedereen erkend, ook niet door hemzelf. Het is dan ook een grote verrassing als hij in juli 2015 plotseling zijn koffers kan pakken voor een avontuur in de Serie A. Ja, het was de tijd van de play-offs. Dat er wel ineens iets ging spelen. Dus dat Martje zei van, ja, er is belangstelling. Interesse. Er is interesse. Nou, dat was de laatste wedstrijd, na de laatste wedstrijd van de play-offs was dat. Maar goed, dat ja, was een opwelling. Ja, en toen is er wat een bot gedaan of niet. En dat lag zo ver uit elkaar dat Martje zei, nou, het gaat niet door. Dit blijft gewoon bij Heerenveen. Want daar had hij ook net bijgetekend, dat was prima. En wij vonden dat eigenlijk ook wel fijn, ja. Hè? Want het was kindje op komst en bijgetekend. Ja, en ja. Dachten van, nou, voor ons is dat goed aan te reizen allemaal. En waren we eigenlijk wel blij mee. Ja, als ouders waren we blij, opa en oma worden in Friesland. Fijn opgroeien voor de kleine. En wij konden regelmatig op bezoek, gecombineerd met een wedstrijdje. Dus voor ons was het prima. Maar goed, ja, het sportieve, dat snapten wij dat het Marten trok. Maar goed, omdat de belangstelling natuurlijk, ja, zette niet echt door. Dus toen hadden wij ons er wel mee verzoend. Totdat hij op een redelijk, ik zal het nooit vergeten, volgens mij op woensdagochtend om 9:30 opbelde op mijn werk. Van joh, pa, ik ga. Nou, tot 2 maanden geleden was er nog niks. En ik heb ook een maand of 4 geleden heb ik mijn contract verlengd hier. Met de intentie om hier nog 1 of 2 jaar te voetballen. En ja, eigenlijk plots en uit het niets werd ik gebeld vlak voor het eind van de play-offs. Van, er is een club geïnteresseerd in je en die gaan waarschijnlijk een bod uitbrengen. En ik moest een beetje lachen van, het zal wel. Ik heb net verlengd, ik zit hier prima. Maar die interesse was heel oprecht en heel, heel duidelijk. En, ja, heel erg geïnteresseerd. Dus ja, dat is toch gaan lopen. En ja, nu 2 maanden verder is het dan rond. En ja, ben ik super blij met de transfer. En alleen heb je wel gemengde gevoelens, omdat je ook iets moois gaat verlaten. Ja, ze zijn eruit gekomen. Ik ga nu afscheid nemen van de jongens. En dan ga ik naar Amsterdam met mijn koffer. Ja, en dan keuring, persconferentie. 3 weken trainingskamp in Bergen, dus ja, voorlopig zie ik jullie niet. Nou ja, het was niet dat ik direct zei van oké, okay, ja, doen we. Nee, ik vond het wel heel mooi toen ik hoorde Italië en Serie A. Ik bedoel, ja, dat is toch een stap omhoog. En ja, hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze in de Serie A gaan voetballen. Dus nu het klaar is, dan ben ik ook wel heel blij dat het allemaal rond is gekomen. Het was een transfer die sowieso uit de lucht kwam vallen. Het was niet van dat er sprake van was. Het was in één keer bam, Marten de Roon naar Atalanta. En ja, ik kende hem van Heerenveen als een nuttige speler, als een basisspeler. Maar ik had daar nooit bij gedacht van nou, die gaat naar Atalanta. Ook omdat het heel gek is, eigenlijk onlogisch dat zo'n club bij een subtopper middenmotor in de Eredivisie gaat scouten. Dat klopt voor je gevoel eigenlijk helemaal niet. En volgens mij heeft hij dat zelf ook altijd wel gezegd. En dat heeft hij zelf altijd wel gezegd en gedacht van ja, hoe komt Atalanta nou bij mij terecht? Hoe komt een club middenmotor uit de Serie A nou bij Heerenveen terecht? Zij hebben mij 10 wedstrijden gezien het afgelopen half jaar. En daarin zijn ze overtuigd geraakt van wat ik kan en wat mijn sterke punten zijn. En ja, als je zegt, kan bewijzen en kan laten zien dat je 10 wedstrijden hebt gezien, dan betekent gewoon dat je ermee bezig bent geweest. En, ja, verwacht ik dat het daar gewoon een hele mooie tijd wordt. Het is zo'n cultuur overgaan, ook omdat ik zeg, in Nederland, je speelt 4-3-3, hij speelde vaak op 6, zeg maar, met de punt naar achteren. En dan ga je naar Italië, naar pure resultaatvoetbal, waar het zo hectisch kan zijn. De trainer die je haalt kan 2 weken later ontslagen zijn. Ik dacht echt van, nou ja, ik vond een dappere stap, maar ik dacht, ja, ik ben wel heel erg benieuwd of je het gaat redden, dacht ik gelijk. Ja, het zou gewoon mooi zijn als we met Atalanta een redelijk jaar draaien en Dat ik mijn steentje daar aan mag bijdragen en veel mag spelen. En dat zou voor mij wel een mooie prestatie zijn als ik dus kan zeggen dat ik bij een Serie A team in de basis heb gespeeld. Ja.
Het is een heel bekend feest, dat werd me wel gezegd. Alleen ja, ik had me niet zo, ja, ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Maar toen ik daar binnen werd gereden, waren er opeens ja, een mannetje of 10.000 of zo. Dus dat was natuurlijk gekkigheid, dat had ik nog nooit meegemaakt. Benvenuto all'Atalanta. Potas, Chets, Forza Atalanta, Forza Bergamo. Ja, ik zei Potas, Chets, Forza Atalanta. En ja, het is heel moeilijk te omschrijven, maar Pota en Chets, vooral Pota is echt een woord wat de Bergamaschi, zeg maar, de mensen van hier gebruiken. Dus eigenlijk met alles, Pota. En als ze dat horen, dan ja, dat vinden ze machtig als een buitenlander, iemand die hier niet vandaan komt, dat dus vertelt. Ja, het leven bevalt eigenlijk wel heel erg goed. Natuurlijk, in het begin is het wennen. Vooral de taal. De taal is gewoon heel lastig. En er spreken weinig mensen Engels. Ja, weinig Italianen durven Engels te spreken. En ja, dan is het wel eens lastig om jezelf verstaanbaar te maken naar andere mensen. Naar wat je wil, of dat je iets wil kopen of dat je iets wil hebben. Maar inmiddels moet ik zeggen dat de taal mij redelijk afgaat. En ja, zijn we eigenlijk super blij hier. Mijn vriendin, maar ook de kinderen. En ja, gaan we best wel vaak. Gaan we voor een wandelingetje, lekker door het centrum. Gaan we soms naar de Hoge Stad. Ja, we doen van alles. Dus, ja, eigenlijk zijn we steeds meer gewend en beginnen we steeds meer te genieten van het leven wat je hier kan leiden. En ja, dat is toch wel een stukje meer ontspannen dan in Nederland. Je hebt zoveel tassen en dan zie je, jij ziet altijd leuke dingetjes. Ja, het leeft ontzettend. Ja, als ik hier op een gewone dag loop en het is redelijk druk, nu zijn de mensen gewoon aan het werk natuurlijk, maar dan word ik wel redelijk vaak aangesproken. Maar de mensen zijn vooral... Het lijkt wel of dus de dag van de wedstrijd dat dan alles eruit komt. En dat zullen we, ja, dat zullen we nog wel zien zondag bij de wedstrijd. Dan komt iedereen in de kleuren van Atalanta. En ze hebben allemaal hetzelfde jasje. En het leeft als een ja, als geen ander. En de passie waarmee ze dan ook die zondag, zeg maar, er zijn, dat bouwen ze misschien dan de rest van de week op. Want dat is, ja, dat is extreem. En ze zijn heel trots. Bergamaschi zijn heel trots. Trots op Atalanta, trots op de stad. En dat dragen ze ook ten volste uit. Ja. Grazie, grandissimo. Ja, grande. Vai tu. Oh, io? Oh, sì. Grazie mille. Ja, niente. Ciao. Meneer Sophie, hoe vond je het op school vandaag? Leuk. Ja, hier zeggen ze Deroen. Hè? Ze spreken het op het Italiaans Deroen uit. En ze zingen dat in het stadion. En ze zijn vooral heel erg blij met de manier waarop ik speel. En wat ik dus net zei over het harde werken. Ze willen dat je shirt altijd bezweet is. En ja, dat is bij mij altijd wel het geval. Dus daar, ja, daar zijn ze ontzettend blij mee. En daarbij gaat het natuurlijk ook nog heel erg goed het eerste jaar met mij. En ja, zijn ze gewoon ook gewoon trots op degene die in hun shirt loopt. En ja, ik denk dat wel iets moois is wat ik met de fans heb. Marten groeit op in Hendrik Ido Ambacht en begint daar met voetballen bij de amateurs van ASWH. Hij mocht pas met zijn zesde op de club. Dus hij is bij ASWH hier begonnen op de dag dat hij 6 jaar werd. Toen heeft hij een toernooitje gespeeld met de F'jes. Op dat moment was ik zelf jeugdtrainer bij ASWH en Marten ging wel altijd met me mee. Dus wij gingen daar training geven van 3 tot 5 of 2 tot 5. En elke uur kwamen de anderen. En Marten bleef dan die 2, 3 uur gewoon lekker gezellig mee trainen. 3 uur lang moest hij trainen voor jou. Ja, ja. En dan kon hij pas mee terug. Want ja, ik ging heen en dan was er niemand thuis. Dus als ik klaar was daar, ging hij ook weer mee terug. Dus zo is hij eigenlijk een beetje opgegroeid. Toen ik eerst als eetje werd, ben ik bij Feyenoord gekomen. En door middel van de open dag. Ik heb aan de open dag meegedaan. En zo door 5, 6 van die dagen dat je terug moest komen, ben ik heel het proces doorgegaan. Toen ben ik vanaf mijn 9e heb ik zeg maar bij een BVO-club gezeten. Ja. Ja. Altijd ballen op het veldje wat we hier nog hadden. Altijd voetballen. Ja. Dat is eigenlijk het enige speelgoed wat hij had, hè? Ja. Ja, hij wilde altijd voetballen, altijd buiten spelen. Nou, aan het begin was ik wel redelijk bescheiden. Toen was het ook wel wennen. Toen kwam ik in de Feyenoord jeugd, waar je toch wel wat jongetjes hebt lopen. Die van de straat komen uit Rotterdam. Wat buitenlandse jongetjes. Ja, wat ik niet super gewend was.
Dus dat eerste jaar, moet ik zeggen, was ook wel moeilijk voor mij. Dan heb ik ook wel eens in de auto gezeten, in discussie. Nou ja, als 10-jarige, 9-jarige met je ouders van, wil ik dit? Hè? Wil je hiermee door? Op een gegeven moment ga je steeds meer wennen, wen je aan de wereld. Word je ook misschien een beetje een schoffie vandaar. En eigenlijk ben ik zo wel makkelijk erin gekomen. En ik heb er 6 jaar gespeeld bij Feyenoord en dat heb ik wel heel erg naar mijn zin gehad. Ja, zeker. De E'tjes, de D'tjes en de C'tjes heeft hij bij Feyenoord gespeeld. Toen ging het laatste jaar van zijn C niet zo heel goed met hem. Ook wat blessures en toen moest hij weg bij Feyenoord. En toen wilde Sparta wel dat hij kwam. En de concurrentie hè, toen, want tweedejaars waren de C's wel samengevoegd. Dus waren eerst en tweedejaars. En dan liepen Leroy Fair, Wijnaldum, die stonden op het middenveld. Op dat moment kwam hij daar wel voor tekort. Ik was op dat moment gewoon niet meer goed genoeg. Of dat nou kwam door de blessures of iets. Op dat moment waren de andere jongens beter en verder dan ik. Dus was het op dat moment een beetje het idee van of ik ga terug naar de amateur, naar mijn oude club, naar ASWA. Of ik probeer het toch nog één keer. Nou, daar heb ik best wel lang over nagedacht. Want ik zag het ook wel leuk met mijn vrienden weer enzovoorts. En gelukkig heb ik toen met Sparta gesproken. Was het mogelijk om op mijn eigen school te gaan of iets bij mij in de buurt op school te gaan in plaats van in Rotterdam. En zo te trainen. Dus op die manier hebben we dat toen geregeld. En dat blijkt uiteindelijk een gouden vondst, zeg maar, om dat te hebben gedaan. Ja, die hadden heel veel vertrouwen in hem. Ja, en met vertrouwen groeien. En ook toen hij zijn been brak na 2 jaar, volop vertrouwen blijven geven. En uiteindelijk van via de A1 een kans natuurlijk in het eerste. Ja, helaas degradeerden ze toen, waardoor Sparta zelf in het dipje kwam. Maar niks anders dan lof hoe die daar is begeleid. Mogen ontwikkelen, ja. Zeker. En op mijn 18e heb ik gedebuteerd bij Twente uit. Volgens mij het kampioensjaar van Twente. Twente wordt kampioen, maar Sparta degradeert dat jaar. In de eerste divisie ontwikkelt de Ron zich vervolgens enorm. En dat trekt de interesse van SC Heerenveen. We hadden daar ook al, toen ik met ze ging praten, een plan op gemaakt. Van kunnen we wel heel mooi zeggen dat alles bij je goed is, dat we heel graag willen hebben. Maar we zien heel veel dingen die moeten verbeteren. Maar dat willen we ook op deze manier doen en zo doen. En dit is goed en daar willen we dat aan gaan doen. En op die manier merkte ik dat ze er al mee bezig waren geweest. Dat ze een plan hadden. En dat is wel heel belangrijk voor een voetballer, dat je weet, ze zijn niet zo positief omdat ze willen hebben. Nee, ze hebben echt al een plan voor je uitgestippeld. En op deze manier willen ze zorgen dat je uiteindelijk over 2 of 3 jaar dan inderdaad een stap maakt waardoor zij geld aan je verdienen. Het lijkt me duidelijk dat Heerenveen een prachtige club is. Stabiel, altijd meedoen in het linker rijtje om Europees voetbal. En een hele belangrijke stap denk ik voor mij in mijn ontwikkeling. En ik denk dat ze daar mij heel goed bij kunnen helpen. Superleuke tijd geweest. Ik heb het ook echt naar mijn zin gehad. Met de trainers, met Van Basten, met Lodewegers. Met iedereen die erbij heeft gezeten. Daar heb ik wel van genoten. Bij Heerenveen speelt De Roon 2 seizoenen onder Marco van Basten. De trainer is belangrijk voor zijn ontwikkeling. Nou, ik vond hem een hele positieve jongen. Een leuke jongen die wilde leren, die beter wilde worden. Die stapte ook vanuit de stad naar Heerenveen. Dus hij was ook bereid om stappen te maken. En alleen. Dus dat moest ook, die moet je ook allemaal weer zelf dingen gaan ondernemen, koken, voor jezelf zorgen en zo. Dus dat, maar hij was, vond ik, stond goed in het leven. Hij was positief. Werkte altijd hard. En hij ontwikkelde zich ook goed als voetballer. Maar hij was geïnteresseerd. Hij wilde beter worden. En je zag hem ook. Hij kwam bij ons van Sparta en moest zich echt maar in de basis werken. En dat is hem gelukt. Tweede seizoen heeft hij bijna alles gespeeld, voor zover ik weet. En is hij ook belangrijk geweest. Van Basten kwam en heeft mij natuurlijk ook heel veel laten spelen. Dus vertrouwen en het feit dat je veel speelt is sowieso heel belangrijk voor een jonge speler in zijn ontwikkeling. Hè? En ik vond dat vooral dat Marco dat steeds meer doorkreeg. Dat ik dus een beetje een van waarde was voor het team. Dat je misschien niet altijd zag, maar wel dat ik er altijd voor hem stond. En eigenlijk groeiden we daarin ook steeds meer naar elkaar toe. Ook een beetje buiten het veld inderdaad. Met praten van, we hebben een bepaalde visie op het spelletje. We kunnen met elkaar erover praten. Dus op die manier kregen we wel
zeg maar, op die manier kregen we wel een beetje een band van, hey, we denken na over het spelletje. We zien ook altijd niet alles, maar we denken er wel over na. En misschien wel een beetje dezelfde winnersmentaliteit. En hij heeft vooral geleerd dat je plezier moet hebben, overgave moet hebben. En hij liet eigenlijk zien dat je altijd bezig moet zijn met wat er om je heen gebeurt. Dus zorg dat je, als jij gaat aanvallen, zorg dat je rechtsback en je centraal verdediger goed staan. Zodat je in de tegenaanval niks tegenkrijgt. En op die manier heb ik wel heel veel geleerd dat je eigenlijk altijd moet praten, om je heen moet kijken. En op die manier altijd ermee bezig moet zijn. En hij was liefhebber, hè. Hij genoot van... Op de training genoot hij meer van spelletjes als latje trap en afwerken dan van een tactische partij. Hè? En omdat hij liefhebber van het spelletje was. En daardoor zag je soms ook dat hij genoot als het goed ging. En dat is toch wel een van de mooiste dingen, dat iemand je laat genieten van het voetbal. Dit is een goede voorzet. Het is 1-0 voor Heerenveen. Snel uitgevoerde aanval. De Roon werkt af. Martin de Roon. Zie je? En wat een ruimte daar. En de gelijkmaker van de Roon. Die helemaal vrij kan inknikken. En dat is raar. Is dat de Roon? Ja, dat is de Roon. De Roon van afstand en wat een schitterende goal zeg. Helemaal uit het niets is daar Martin de Roon en hij scoort 1-0. Grazie mille. Tutto bene? Bene. Tutto a posto? Bene. Sì, sì, sempre. Tutto a posto? Stai qua anche Robert. Sì. Oh, io rimango. En dat is de curva. Daar zit de fanatieke aanhang. Hier zit ook wel vaak een groepje die best wel in dit uitsupport is. Dus dat is wel mooi. Morales non ci arriva, poi arriva De Roon ed eccolo qua il primo gol in Serie A dell'olandese De Roon. Atalanta 3, Palermo 0, la firma di De Roon. Mancino perfetto al bacio dell'olandese che raccoglie questo pallone vacante al limite dell'area e trafigge Sorrentino con un tiro di potenza. Dat is wel mooi, hè? Dat is prachtig. Elke keer als je hier weer bent, vind je het weer prachtig. Het blijft gewoon ontzettend mooi. Je zou het een beetje, fantasie, het Sparta van Italië kunnen noemen. Het is een club die bekend staat
Italië is enorm hectisch, enorm veel verandering, enorm veel chaos soms bij clubs. En Atalanta is een redelijk rustige club, staat ook bekend als een club met een heel goede jeugdopleiding. Een club waar veel trainers ook hun eerste stappen zetten op weg naar een succesvolle trainerscarrière. Dus het is een club, in die zin wel een andersoortige club dan de gemiddelde Italiaanse club. Dus in die zin zit hij daar wel heel erg goed. Ja, ze hebben inderdaad in de Serie B gevoetbald, maar altijd hoog. Altijd hoog Serie B, Serie A, een beetje tussen geschommeld. En vorig jaar heel matig seizoen, lang op degraderen gestaan. En gaat het wel, gaat het niet lukken. Nou, dit jaar heel goed begonnen. Daarna een dipje gehad, maar in principe wel een redelijk seizoen. Waarin we een aantal hele mooie wedstrijden thuis hebben gespeeld. Tegen Milan die we gewonnen hebben, tegen Roma die we gelijk gespeeld hebben. Inter gelijk. Een paar mooie overwinningen op bijvoorbeeld Lazio en Sampdoria, die wat lastige ploegen zijn. Dus wat dat betreft is het een club die heel erg leeft. Vooral in de provincie Bergamo en in de stad. En het is een Serie A-club, want het is groot. Als je ziet hoeveel mensen je door de week aanspreken of iets over je zeggen. Dan is het gewoon een club die in de Serie A thuis hoort. Serie A is veel meer dan alleen voetbal. Het is een beetje een verhalenboek vol met bizarre details. Het is niet alleen wat er op het veld gebeurt, het is ook wat ernaast gebeurt. De schandalen, de controverse, alles bij elkaar. En dat maakt Italiaanse voetbal, het is net een film met als extra leuk aspect voetbal. Het is veel meer dan alleen de sport. De Serie A heeft het de laatste jaren echter wel zwaar en raakt steeds verder achterop bij de grote voetballanden als Engeland, Duitsland en Spanje. Dat heeft te maken met de schandalen natuurlijk. Calciopoli, waardoor Juventus op een gegeven moment is teruggezet. Mensen in Italië hebben heel veel moeite het voetbal te vertrouwen. Omdat ze zijn zo vaak belazerd in de zin van dat er weer een wedstrijd verkocht was. Dat er weer spelers zijn gehaald op valse paspoorten. Dat er weer geld is verduisterd. Dus je merkt heel erg dat de stadions zijn leeg. Die lopen steeds verder leeg. Daar kunnen ze geen remedie voor verzinnen. De inkomsten lopen terug. Ze verliezen de slag met Spanje, Engeland, Duitsland. Maar het is net een soort, mensen gaan op vakantie naar Venetië om de oude vervallen gebouwen te zien. En zo kun je ook naar de Serie A kijken. Je kunt toch wel zien als je een beetje door het heden heen prikt, dan kun je een beetje de vergane glorie zien. En dat maakt ook iets heel erg mooi. Het heeft enorm verleden, maar of het toekomst heeft, dat vraag ik me wel eens af. Afgelopen 2-3 jaar zit het wel weer een beetje in de lift. Zijn er ook wat Nederlanders ingegaan met Strootman, De Vrij. En hoor je weer betere verhalen. Juventus houdt het sowieso wel hoog, maar ook Napoli kon wat meer kijken. Lazio had vorig jaar een goed jaar. Dus ik denk dat het wel weer wat meer in de lift zit. En ik denk dat het ook wel steeds meer trekt. En naar wat ik van meemaak is het een hele mooie competitie. En raad ik veel mensen of zou ik veel jongens aanraden om hierheen te komen. Ik moet mezelf heel vaak verdedigen, omdat mensen dan tegen mij zeggen van... Serie A, waarom kijk je ernaar? Je weet toch, het wordt 0-0 of 1-1 of 1-0. Het is saai, maar ik zeg altijd, als je naar een eredivisiewedstrijd kijkt, het is vaak 4-3-3 tegen 4-3-3. Je weet een beetje, er zit weinig tactische variatie in. De spelers doen min of meer allemaal hetzelfde. Het is een beetje dammen. En als je dan het Italiaans voetbal kijkt, zou je kunnen zeggen, er zit veel meer variatie in. Er zit veel meer, het is meer schaken. Er zit meer een diepere gedachte achter. En als je... net zo kunt genieten van een bloktackle van Giorgio Chiellini als van een dribbel van Lionel Messi, dan is het gewoon geweldig om naar te kijken. Ik kan er echt van genieten van zo'n defensie van Juventus die gewoon minuten of wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd een nul houdt en zo'n Buffon die erachter staat. En ik vind dat fantastisch. Ik kan daar net zo van genieten als Messi die 6 man passeert hem in de kruising jaagt. Elke wedstrijd is daar wel een gevecht. En ze kunnen natuurlijk goed verdedigen en je hebt natuurlijk elke dag heb je daar de kranten vol. Voetbal wordt natuurlijk enorm beleefd. En die competitie is dus wel echt een andere als wat je hier in Nederland hebt. In Nederland, je gaat zaterdag ga je naar het zuiden en dan speel je en kom je terug. Daar ga je zaterdag weg om zondag te spelen en dan vlieg je weer terug. En dus het land is natuurlijk vele malen groter. Veel meer mensen, veel meer aandacht. En het is een hele grote competitie. Wij hebben dit jaar ook, zeker met Atalanta, een paar fantastische wedstrijden gespeeld waar het totaal niet saai was. En mensen die hier zijn geweest, die zeggen allemaal van, hoe bedoel je saai Italiaans voetbal? Dit is geweldig, er is sfeer, er is beleving. Dus ik kan me er niet echt vinden dat Atalanta heel saai op de nul speelt. En goed, misschien omdat het tactisch dus wat vaak wat beter staat of wat meer op de verdediging gericht is, dat er dus inderdaad wat minder wordt gescoord. En
Ja, een voetballiever zegt misschien van er wordt fantastisch verdedigd. En een andere voetballiefhebber zegt van ja, ik wil graag mooie dingen zien, aanvallend voetbal. En ja, dan ben je soms misschien aan het verkeerde adres inderdaad. Voor de ene liefhebber is de competitie dus saai, voor de ander een genot. Maar hoe sterk is de Italiaanse competitie momenteel dan nog ten opzichte van bijvoorbeeld de Eredivisie? Juventus is de top van de wereld. Dus ja, die winnen in Nederland ook de league. Dat weet ik zeker. Die zijn echt extreem sterk. Als je PSV neemt, bijvoorbeeld als kampioen van Nederland, dan denk ik dat die wel mee zouden spelen om, laten we zeggen, Europees voetbal. Maar die kunnen niet concurreren met Juventus en ook niet met Napoli en AS Roma. Maar die zouden denk ik een beetje rond het niveau van nou ja, Inter, Fiorentina, de clubs die Europa League halen in de Serie A. Ik denk dat je daarmee de Nederlandse top kunt vergelijken. Het is gewoon een hele andere instelling. Hè, met wat ik zeg, van het is heel veel resultaatgericht. Maar ook het trainen, het tactische plaatje. Ja, dat is in Italië is dat zo van belang. Daar train je heel de week op. Nou ja, doordat er natuurlijk wat meer geld is, kunnen ze natuurlijk ook veel meer spelers behouden. Ik heb laatst mijn oude collega van mij, Donadoni, die is nu trainer bij Bologna. En Bologna is ook een team wat gewoon in de middenmoot speelt. En nou ja, dan zie je dat daar heel veel jongen spelen van zeg maar tussen de 26 en de 34 jaar, die goed kunnen spelen. Zelfs een international nog, die ook afgelopen EK meespeelde. En ja, het niveau is gewoon wat hoger, dus ze weten veel meer door de leeftijd wat er gevraagd wordt in de wedstrijd. Ga er maar eens tegenaan staan, weet je wel. Dus ik denk als je zo'n ploeg in Nederland laat spelen, dat ze zeker bij de bovenste drie meedoen, laat ik het zo zeggen. En niet omdat ze nou meer spektakel of technische bagage hebben, maar gewoon om het feit dat ze ja, ervarener zijn, fysiek meer in de weegschaal kunnen leggen. En daardoor natuurlijk ook meer resultaten kunnen halen. En in Nederland gaat het vaak meer om het balbezit, het positiespelletje, zus en zo. En ja, daarin vind ik wel dat dit wat professioneler lijkt in de zin van het gaat om het winnen. Uiteindelijk gaat het op het allerlaatste wie wordt de kampioen of wie wint. Hè? En dat is hier gewoon waar je mee, ja, daar word je mee opgeleid. Ah! In het seizoen 2014-2015 ontsnapt Atalanta Bergamo met een 17e plaats ter nauwernood aan degradatie. Een jaar later, met Martin de Roon in de gelederen, verloopt het seizoen met een 13e plaats een stuk beter. Dat seizoen ging van start met een 3 weken durend trainingskamp in de bergen. Volgens Marcello Ginami, fysiotherapeut van Atalanta Bergamo, had de Roon hier veel baat bij. At the beginning of the season, he was not like it is now. He is now. He was a little overweight, not so much, but a little overweight. But he told, you know, I come since 1 month where I did not train. And so maybe in the holiday you drink some more beer, you eat some more, and you have maybe 3 or 4 kilos more. But it was so fast, so quick to be back to total fitness. And so now he is, I think, the slimmest he was in his life. Toen ik daar was geweest, ik ging daar met behoorlijk wat kilo's heen. Ik ben in de 3 weken daar ben ik iets van 3,5 kilo kwijtgeraakt. En ja, dan heb je nog niet zo heel erg door. Je hebt door dat je afvalt, hè, dat je strak wordt en dat je fit wordt. Maar je komt vooral daarna achter dat het dus wel heel erg van belang is hoe je met je eten, met je slapen enzovoort werkt. En ja, zeg maar de details, de randvoorwaarden in Italië, die zijn wel zeg maar optimaal. Zodat eigenlijk jouw prestatie en jouw aandacht alleen maar gericht is wat je op het veld moet doen. En alles eromheen wordt gewoon geregeld, zodat je optimaal kan presteren. Now he knows that in Holland he was not eating all the right things for a football player. Maybe here in Italy the sports science for the nutrition is you know, very important. You have to eat the right things, in not in big amounts. I did not know about his skills in Herenveen. Everybody was surprised.
but immediately, not after 3 or 4 months, after 2 matches everybody was speaking about him. Allora, io ho conosciuto mai 5 mesi fa Martin e sentivo già parlare dall'Inghilterra che stava facendo molto bene in Italia, era un giovane molto promettente che nonostante il primo anno in Italia stava facendo molto bene anche perché si erano interessati dei miei amici direttori, quindi l'ho un po' seguito. Poi giocandoci insieme ho scoperto, le sue qualità, a parte la persona che è un grande lavoratore, un grande professionista, sempre sorridente, molto gentile, proprio con la cultura del lavoro importante che serve per diventare un grande campione come spero e credo lo diventerà. Ma hij was altijd gewoon min of meer de eerste die op het opstellingenformulier stond, gewoon op 6, gewoon voor de verdediging, afstanden bewaken, zorgen dat het team goed staat, zorgen dat de organisatie goed staat, de verbindingsspeler zijn van de verdediging naar de aanval. Ja, trainer Regia die heeft hem echt elke week gebruikt, hij is ook amper vervangen. Atalanta die kan nu al niet meer zonder hem, die kon al na 3 maanden niet meer zonder hem. Allora, innanzitutto devo dire che sono molto contento di averti conosciuto, perché sei veramente una persona per bene, oltre che a un bravissimo calciatore, che come primo anno in Italia hai fatto veramente un campionato perfetto, hai fatto un campionato meraviglioso. E non è facile perché in Italia il calcio è molto difficile. In campo è un grande lottatore, però gioca la palla, è sempre disponibile per i compagni, ha una grande corsa. E l'unica cosa è che deve cominciare a fare anche qualche gol per essere proprio un top top player. E quindi, sai, noi ci lega comunque un rapporto al di là del campo di calcio. Noi ci troviamo anche fuori, no? E io veramente sono davvero contento di averti conosciuto e spero con tutto il cuore che tu farai una carriera, sono sicuro anzi, che farai una carriera veramente grande e te lo auguro perché sei veramente una bella persona. Bellini, intacco Terò, Ali Adran, il trasverso Zapata! Duvan Zapata! Passa l'Udinese! In corsa di Bellini. Parte il capitano, spiazzato Karnezis, saluta così l'Atalanta, Giampaolo Bellini con il suo 6° gol in Serie A, il suo 11° in 429 Het is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen van hoe belangrijk was jij en hoe belangrijk was die ander. Ik denk dat we als team ontzettend goed hebben gepresteerd. Maar ik heb zelf wel een heel sterk seizoen gespeeld. Dus in die zin heb je wel heel veel bijgedragen aan het teamproces. En het is nooit een individuele prestatie, maar het is wel fijn dat ik goed mijn steentje heb bij kunnen dragen. Ja, dat wordt gewaardeerd. Hier wordt dat extreem gewaardeerd en enorm gewaardeerd. De mensen zijn, laten dat ook zien, spreken me aan, sturen berichtjes, van alles. En zijn ontzettend trots, eigenlijk trots op mij. En ook daarbuiten, in de krant is een hoop geschreven, zelfs in Nederland waren de mensen verrast. Hè. Dus in die zin is het wel ontzettend leuk. Dat je zeg maar, je steentje bij kunt dragen aan een mooi seizoen. En dat je zo waarde wordt geschat. Ik kwam natuurlijk een beetje binnen als een nobody. Ja, een Nederlandse jongen die. Die vanuit Heerenveen, ik weet niet hoeveel mensen in Bergamo Heerenveen kennen, maar ik geloof niet heel veel. En er was niet heel veel geld voor betaald en ik was nog jong. Hè. In Italië ben je met 25 nog redelijk jong. Dus ja, wat verwachten we van hem? Hè? We zien het wel, we kijken wel of hij wat kan brengen. En ik heb vanaf minuut 1 alles gespeeld en het ging eigenlijk vooral de eerste fase ging het extreem goed. Dus ja, die mensen dachten waarschijnlijk, wat is dit en hoe kan dit en waar hebben we dit vandaan? En
ja, toen werd er wel een beetje ja, werd er ook wel wat gelachen om uiteindelijk het bedrag wat ze hebben moeten betalen naar Heerenveen, dat het zo makkelijk kon. Dus ja, ze zijn zeker verrast, denk ik. Nu zijn inmiddels de verwachtingen natuurlijk wat hoger, want ze hebben me ja, na de eerste wedstrijden verwachten ze dan dat je dat doorzet. En gelukkig heb ik het redelijk door kunnen zetten het seizoen. En nu is het zaak aan mij om te laten zien dat het nog beter kan. Ja, in Italië worden, tenminste het is ook een beetje een verschil qua voetbalbeleving tussen Nederland en Italië. In Nederland, als je gaat vragen, ja, wat vind je van die en die speler, gaan de mensen zeggen, ja, hij heeft een goede dribbel, hij heeft een goede paas, hij kan goed schieten. Kijken naar wat hij kan met bal. En in Italië worden spelers ook gewaardeerd die dingen kunnen, die excelleren in dingen zonder bal. Dus zij kunnen ervan genieten, zij waarderen het echt als bijvoorbeeld als Atalanta in de aanval is, ze raken de bal kwijt. En op dat moment als zij zien dat hij al een gat dichtloopt, wat eigenlijk de speler die van de tegenpartij nog moet zien, dan waarderen ze dat. Als hij een onderschepping maakt waardoor een counter wordt vermeden, dan waarderen ze dat. Dus het is een hele andere manier van naar voetbal kijken, dat is een andere manier van voetbal waarderen. Want in Nederland zou een verdedigende middenvelder qua populariteit nooit zo groot kunnen worden als een spits. Maar in Italië kan dat wel en dat is het grote verschil. Ze kijken daar op een andere manier naar het spel. Ze kijken naar het geheel, met bal, zonder bal. En wij zijn gewend om vooral naar het gedeelte met bal te kijken. Wat voor hem natuurlijk altijd een beetje de beperking was, vond ik eigenlijk zijn fysieke, zijn motoriek. Hij is niet heel snel, hij is niet heel wendbaar. Maar al het andere heeft hij wel, hij ziet het wel. Dus hij kan ook al dingen zeg maar voorkomen. Hij heeft een enorme drijf, hij is fysiek sterk, kan lang en veel lopen. En is technisch gewoon goed. En niet heel goed, maar wel goed. Hè. Hij kan een goede pas geven, links en rechts. Dus ja, en met name dat je natuurlijk naarmate je langer speelt op niveau, ga je het spel gewoon beter lezen. In Nederland kijken we graag naar de goede voetballers, naar de jongens die acties kunnen maken. En in Italië kijken ze toch ook wel naar degene die ontzettend ervoor zorgt dat het team in balans is. Die de counter eruit haalt, omdat die Italiaanse ploegen er dus heel erg verdedigend spelen. Of verdedigend tactisch dan staan en in de uitbraak heel gevaarlijk kunnen worden. En als je dan gewoon van de 10 aanvallen de 8 kan smoren door een bal af te pakken, een balletje over de zijlijn te tikken, een overtreding te maken, dan valt dat voor de mensen hier, in ieder geval in Bergamo en ja, ook in de rest van Italië, valt dat heel erg op. En wordt die kracht ontzettend gewaardeerd. En dat is wel heel mooi om te zien, want in mijn beleving, ik ben hier zeker gegroeid hoor, gegroeid in alles. Maar deed ik dat bij Heerenveen ook al heel veel. En ja, daar kreeg ik die waardering vooral intern, van trainers, van de ploeggenoten om me heen. Die zei altijd, ja, Marten moet spelen, Marten staat als een van de eerste op het papier. En ook in de kleedkamer was ik daar redelijk belangrijk. Alleen was het van de buitenkant of van buitenaf was er wat minder waardering. En, ja, misschien ligt het Italiaanse voetbal, past dat wel gewoon super bij mij en kan ik me hier wat meer onderscheiden. Je zit hier weinig, dat is net een paar. Een minuutje salutiamo. Ik heb paura che questo qua. Een minuutje salutiamo. La curva non ti fa niet. Voglio che tu rimani. Bella. Bello, eh. Ho capito. Ti voglio bene, veramente. Quindi qua siamo a posto qua. Ja, het is moeilijk te zeggen. Ze vinden, als je voetballer bent, is toch wel iets speciaals. In de zin van, ja, je kan iets of je doet iets wat heel veel mensen niet gegeven is. Ja, zoals wij in Nederland juist een beetje zoiets hebben van, ja, je bent voetballer, maar je bent hetzelfde als iedereen. Nou, dat is een hele nuchtere en normale instelling. Gebruik vooral je naam niet als je ergens heen gaat. Doe niet alsof je het mannetje bent. Is het hier wel een beetje van, ja, vertel maar dat jij, laat maar zien dat jij een beetje de voetballer bent. En mensen spreken je ook zo aan, dus die kijken naar je als de voetballer, de Roon, zeg maar in mijn geval. En dat vinden ze dan heel leuk om daarmee geassocieerd te worden. Dus dat is soms wel lastig. Ik bedoel, ja, je wilt toch gewoon gezien worden als van, we zijn hetzelfde als iedereen, we lopen gewoon ergens binnen en we doen maar gewoon lekker normaal. Maar soms is het wel, ja, kan het wel heel erg van pas komen. Het is zo groot. Ik kreeg laatst als premie, ja, dat kan je niet voorstellen. Maar ja, ik wist er niet eens van, maar opeens werd er gezegd, morgen liggen er 25 Rolexen klaar voor jullie. En kreeg iedereen een mooie Rolex mee naar huis. Dus ja, het is soms bijna niet te filmen, zeg maar. Hoe het dan leeft en hoe absurd de voetbalwereld dan wel is. Mijn vader zei nog tegen mij, als ik het op school, als ik het een goed jaar als directeur doe, dan krijg ik denk ik ook geen Rolex van mijn baas. Dus het is op zich, in dat geval is het wel absurd, hè. Maar ja, goed,
inmiddels is iedereen gewend dat in voetbal absurde bedragen rondgaan en absurde dingen zich afspelen qua geld. Dus ja, aan de andere kant moet je ervan genieten zolang dat duurt. De gekte rondom spelers is dus groot. Maar dat geldt in Italië ook voor het respect voor de oudere spelers. Sterker nog, daar waar Marten de Roon in Heerenveen een van de meest ervaren spelers was, is hij nu een van de jongsten van de selectie. Bijvoorbeeld bij Atalanta had je twee jongens, eentje is net weg, Bellini en Raimondi. Dat waren twee jongens die komen uit de omgeving, die hebben daar 15, 20 jaar gevoetbald. En eigenlijk, ja, die zouden eigenlijk niet meer helemaal mee kunnen, maar die jongens waren in de kleedkamer zo verschrikkelijk belangrijk. En dat zijn zeg maar de verbindingstukken tussen de club, tussen de selectie en de supporters. Daar worden die mannen die worden echt heel belangrijk gemaakt. En omdat die selecties, ja, net als in de Eredivisie, daar zit zoveel wisseling in. Die jongens die echt al heel lang bij een club zitten, worden heel erg belangrijk gemaakt. Dat ze echt gewoon aanspreekpunt voor de supporters. Die zijn veel meer dan alleen de aanvoerder. Die zijn de vaandeldrager. Die zijn gewoon de club. En zo heb je bij heel veel Italiaanse clubs heb je wel dat soort jongens. Die eigenlijk voetballend geen heel grote rol meer spelen. Maar meer als leider en als verbindingstuk, als ambassadeur. Echt gewoon van onschatbare waarde zijn. Dat zijn de jongens naar wie je luistert. Die gaan ook vaak voor een wedstrijd. Hè? Dan maak je een kringetje in de kleedkamer. Die zeggen nog even wat. Die zweep je even op. Er zitten er twee of drie in die ook echt vandaan komen. Die laten dan echt blijken van hey, je moet met je hart voor dit team spelen. En daar wordt ontzettend naar geluisterd. Die jongens die zijn belangrijk. Hè? En de jonge jongens weten gewoon van wij sjouwen de ballen. Wij helpen daarin. Wij zijn degene die... die net komen kijken en als wij ook zo'n carrière als de jongens van 35 kunnen hebben, dan kunnen wij op de leeftijd van 35 dat weer tegen de 20-jarigen zeggen. Noto de giocatore, una preferenza come persona. Lasciamo in curva e sempre la salutare. Complimenti. Speriamo di vederci il prossimo. Sì, anche io. Napoli, Lazio. No. Auguri. Complimenti davvero. Maarten die kwam daar binnen als een talent gewoon van begin 20, terwijl hij hier een routinier was van begin 20. Het is gewoon totaal verschillend perspectief. Maar het komt ook door de manier van spelen in Italië. Dat oudere spelers langer mee kunnen. Het tempo ligt wat lager, de ruimtes zijn wat kleiner. Dus je hoeft niet, zoals bijvoorbeeld in de Premier League, 90 minuten lang van links naar rechts, van voor naar achter te rennen. Het is iets meer strategisch voetballen en daar komt dat ook vandaan. En dat is misschien soms wat je in Nederland een beetje mist, hè? Van een beetje een hiërarchie. En dat is hier gewoon nog wel duidelijk in alles. Maar die jongens maken er geen misbruik van, die helpen je juist heel veel. Dus die zijn daar heel veel mee bezig. Maar af en toe laten ze ook wel eens weten hoe dat het niet kan of dat het anders moet. De groep die corrigeert en die eigenlijk doorgeeft qua leermateriaal, leerstof, die wordt steeds geringer. En, Dus je krijgt een hele andere wereld eigenlijk in zo'n kleedkamer. En dat is wel kenmerkend van het feit wat er in Nederland gebeurt. Alles wordt verkocht. Als je redelijk kan voetballen, sta je in het buitenland. Dus wat overblijft is heel veel jonge jongens. En dus je krijgt daardoor ook een heel ander soort competitie. De grootste verschillen tussen de Eredivisie en de Serie A zitten in de manier van spelen, de voetbalbeleving en de gemiddelde leeftijd van de teams. Daar waar de Roon in Nederland bij het grote publiek niet altijd opviel, lijken zijn kwaliteiten beter tot zijn recht gekomen in de Serie A. Maar betekent dit dan ook dat hij in Nederland onderschat is? Nou, misschien wel. Ik vind het soms wel eens grappig dat wij als Nederlandse elftal zijnde... hebben we ook vaak allemaal goede voetballers. En mis je soms een Nigel de Jong had het, een Van Bommel had het, een Strootman had het. En die raakt natuurlijk geblesseerd. Dat soort jongens die heb je nodig
tussen de goede voetballers. Tussen de, ja, als jij twee goede voetballers hebt op een middenveld, heb je vaak een sloper ernaast nodig. Hè? En dat is in Italië wel altijd wel een beetje zo geweest. Omdat bij Milan liep ook Pirlo kon goed voetballen, Kaká kon goed voetballen. Maar je had wel Gattuso ernaast die dan al het vuile werk verrichtte. En ja, misschien is dat wel waar we in Nederland wat minder naar kijken. En zijn we misschien te veel liefhebber van het mooie voetbal. Van het 4-3-3 aanvallend spel op die manier. En dat is logisch, want als liefhebber kijk je ook het liefst naar Barcelona en Bayern München. Maar soms kan het verdedigende stukje kan ook heel erg mooi zijn. Ja, nou, dat denk ik ook. En daarom heeft hij ook iedereen zo verbaasd. En ook in positieve zin verrast. Want ik bedoel, er kwamen heel veel verhalen rond op een gegeven moment. Toen echt iedereen begon te merken, oh, hij doet het daar echt heel erg goed. Heeft elke krant, elk dagblad, elk medium dat met voetbal te maken heeft, heeft op een gegeven moment wel een verslaggever naartoe gestuurd om te kijken hoe goed doet hij het nou echt. En iedereen kwam weer met hetzelfde verhaal terug van wauw, hij wordt er echt in Bergamo bij een redelijk stabiele club in de Serie A echt op handen gedragen. Dit hadden we allemaal niet verwacht. En het was in die zin echt gewoon de verrassing van het seizoen. Nou, we zijn als Nederland, als voetballand, vrij kritisch. We hebben natuurlijk de voetbalschool van Cruijff. Iedereen wil zo spelen. Zo worden we ook opgeleid in de jeugd, positiespelletjes, goed voetballen enzovoorts. En dat is ook het mooiste wat je kan spelen, want in 74 en 78 veroverden we de wereld daarmee. Alleen, we moeten wel beseffen dat in andere competities soms andere dingen worden gevraagd dan dat. En dan kan je ontzettend goed voetballen of misschien soms ontzettend goed positiespel spelen. Maar worden hier gewoon andere dingen gevraagd. Ja. Maybe I know that the Dutch national squad is not in a good moment. And maybe they can try some new players to help them to be back where they belong. You know, yeah. You know, in Italy everybody knew your team as a very strong team. Nederlands elftal verandert ook. Vroeger waren wij een land dat zeg maar, andere landen de wil oprechtte. Dus dan kon je eigenlijk spelers selecteren die vooral aan de bal goed waren. Maar hij is fantastisch zonder bal, hij is fantastisch in de organisatie. Hij kan heel goed een elftal neerzetten en hij kan heel goed zijn verdediging beschermen. En als je nou kijkt naar de EK-kwalificatie die we gaan spelen tegen Frankrijk en Zweden, en dan denk ik, dan kom je er niet met alleen voetballers. Dan heb je ook wel mensen nodig die een vuil klusje kunnen opknappen. En in die zin vind ik zeker dat hij in ieder geval een kans verdient. Je ziet, het bondscoach is aan het experimenteren. Dus dan zou ik zeggen, ja, geef hem op zijn minste kans. Want ik bedoel, ze zijn in Italië niet voor niets zo enorm lyrisch over hem. Ik ben er eigenlijk nooit zo mee bezig geweest. Ik vind het al een hele eer dus dat ik erbij word genoemd. En het zou een kerst op de taart zeg maar, van dit seizoen zijn. Als ik daar nog voor zou worden uitgekozen. Ja. De golfbreker, zo wordt hij in Italië genoemd. En dat hij nog beter kan, daar is men van overtuigd. Topclub Napoli heeft lange tijd interesse, maar tot een binnenlandse transfer komt het niet. Want op 4 juli kondigt Premier League club Middlesbrough zijn komst aan. Een minstens zo onverwachte wending in zijn carrière als een jaar eerder, toen hij van SC Heerenveen naar Atalanta vertrok. Zeker omdat de Serie A hem als een Italiaans maatpak lijkt te passen. Of zijn kwaliteiten in de Premier League net zo gewaardeerd worden als in de Serie A, moeten we afwachten. De Bergamaschi treuren in ieder geval om het vertrek van hun favoriete speler. En De Roon staat te popelen om in de Premier League de volgende stap te zetten. Om vanuit 's werelds grootste competitie zijn jongensdroom waar te maken. Spelen voor het Nederlands elftal. Spelen tegen Chelsea, Manchester City, Arsenal, noem maar op. Ja, dat is natuurlijk ook elke week is dat natuurlijk genieten. En reuze interessant en voor hem qua ervaring natuurlijk heel erg leerzaam. En ik hoop ook dat hij heel veel komt te spelen. Want als jij ook nog dan op het Engelse niveau zo weet te presteren zoals hij vorig jaar bij Atalanta heeft gespeeld. Ja, dan ben je ook voor het Nederlands elftal in mijn ogen wel een potentiële kandidaat natuurlijk. En ook wij hebben hem vorig jaar een aantal malen gezien. Maar als je dan ook nog in de Engelse competitie daar weer de ervaring mee opdoet, ja, dan word je natuurlijk steeds belangrijker. Ja, het is aan mij om te laten zien dat ik nog beter kan, waardoor eigenlijk de bondscoach niet meer om je heen zou kunnen of eigenlijk wel een keer moet gaan proberen.